Is het Dutch, hè? Goedemorgen, hartelijk welkom, beste mensen, bij deze verdergaan van de serie over het boek Openbaring. We zijn gebleven bij Openbaring hoofdstuk 10. En nogmaals, we doen dit omdat er nog altijd een lockdown is in bepaalde gebieden. En we hopen dat het een hulp is voor hen die geen voeding kunnen krijgen in hun eigen gemeente, om toch iets van het woord van God te begrijpen. We gaan verder bij hoofdstuk 10 van Openbaring. En dat gaat over de engel met een klein boekje. Openbaring hoofdstuk 10 is net als Openbaring hoofdstuk 7 een soort parenthetisch, een soort tussenhoofdstuk. In hoofdstuk 7 worden er geen zegels genoemd. Geen tijdelement is er eigenlijk in deze twee hoofdstukken. Dus in Openbaring 6 worden de eerste 6 zegels geopend. En dan in hoofdstuk 8 vers 1 het 7e zegel. Dus in hoofdstuk 7 wordt er geen zegel geopend. En hetzelfde zien we in hoofdstuk 10. In hoofdstuk 8 en 9 zijn de eerste 6 trompetten, bazuinen die daar genoemd worden. En in Openbaring 11 vers 15 dan zien we de 7e bazuin. Maar in hoofdstuk 10, een soort tussenhoofdstuk, een parenthetisch hoofdstuk zonder tijdelement, worden er geen bazuinen genoemd. Hoofdstuk 10 vers 1. Ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd. En zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. En als hij geroepen had, spraken de 7 donderslagen hun stemmen. En toen de 7 donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, verzegel hetgeen de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. Nu, we zien ten eerste dat hier een engel komt uit de hemel. Hij was bekleed met een wolk en had een regenboog boven zijn hoofd. En aangezicht was als de zon. Dat is de wolk die vaak samen genoemd wordt met de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus van de aarde weggaat, wordt hij weggevoerd uit het zicht van zijn apostelen en discipelen door een wolk. In Handelingen hoofdstuk 1 vers 9 lezen we: als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. De wolken die eigenlijk scheiden de eerste hemel van de tweede hemel. En ik vermoed dat die wolk ook onder andere een verberging is van de deur tussen de tweede en de derde hemel. Zoals we die in Openbaring hoofdstuk 4 vers 1 en 2 hebben gezien. In Openbaring hoofdstuk 1 vers 7 lezen we: en hij komt met de wolken en alle ogen zal hem zien. Dus Jezus is weggegaan op een wolk. Of een wolk heeft hem uit het gezicht onttrokken. En hij komt terug met de wolken. Nou, die engel die hier genoemd wordt, het is eigenlijk een verwijzing naar de engel des Heren, de Heer Jezus Christus. In Openbaring hoofdstuk 1 vers 14 en vers 15. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk als een vlam vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiende als in een oven en zijn stem als een stem van vele wateren. Dat is de verwijzing naar Jezus Christus bij zijn wederkomst. Nu, we zien hier in Openbaring hoofdstuk 10 vers 2 en vers 3. Uit een grote stem gelijkerwijs een leeuw brult. Nou, de leeuw is nogmaals een verwijzing naar de Heer Jezus Christus in Openbaring hoofdstuk 5 vers 5. Daar wordt hij genoemd de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids. Die kan het boek ook openen en zijn 7 zegelen ook openen. En als de Heer Jezus voor zijn volk komt, zal hij ook kort voor het einde van de verdrukking verschijnen aan zijn volk Israël. In Jesaja hoofdstuk 66, vers 6 tot en met 9, wordt daar het een en ander over gezegd. En zal een stem van een grote rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem des Heren die zijn vijanden de verdiensten vergeld. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijke gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag?
zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize. Maar Sion heeft weeën gebaard en zij heeft haar zonen gebaard. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere. Zou ik die genereren voortaan toesluiten, zegt uw God. Verblijft u met Jeruzalem en verheugt u over haar, alle liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugdigheid, allen die over haar zijn treurig geweest. Wat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten haar vertroostingen. Wat gij moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans haar heerlijkheid. Een beeld is dat, zien we het een paar keer in het Oude Testament. Er is ten eerste Saulus die zich bekeert tot Jezus Christus op de weg naar Damascus. In Openbaar 9 vers 6 wordt als een ontijdige geboorte beschreven. Zo beschrijft hij zichzelf althans. Het is een beeld van een overblijfsel van Israël dat wordt gered in de verdrukking. En Paulus is niet een van die 12 apostelen. Hij is dus de ontijdige geboorte. Een beeld eigenlijk van een verdrukkingsheilige van de 144.000 die ook nooit getrouwd is. En hij zal ook dus niet een van die 12 geslachten van Israël richten, zoals de Heer dat zegt tot zijn 12 Joodse apostelen in Matthäus 19 vers 28. Hij heeft een dienst aan de heidenen, net zoals Jona die had toen hij naar Nineveh moest gaan. Net zoals de Joodse overblijfsel, die 144.000 mannelijke maagden dat hebben in de verdrukking. Om de heidenen het evangelie te brengen. Het evangelie van het koninkrijk zal door hen worden gepredikt. En daarna zal het einde komen naar Matthäus 24 vers 14. Een tweede wat we zien als beeld in het Oude Testament is Jozef. Even kijken, Genesis hoofdstuk 45 lezen we in vers 1 dat hij zich openbaart in het einde van het tweede van die 7 jaar hongersnood. En toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, doet alle man van mij uitgaan en er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. Vers 4. Jozef zeide tot zijn broederen, nader tot mij en zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zijn zal. De God heeft mij voor uw lieden aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Dus het 2 jaren zijn geweest van die 7 jaren hongersnood. De eerste maal werd Jozef afgewezen. De tweede maal wordt hij door zijn broeders aangenomen. En hij wordt vooruitgestuurd om de grote verdrukking, de grote hongersnood, die zal komen, daarin zijn eigen broeders en de kinderen te ondersteunen en te redden. Dan ten derde zien we een beeld daarvan in het boek Job. Job heeft 42 hoofdstukken. 42 maanden zal die grote verdrukking duren. Aan het einde van die verdrukking. En zijn, Job betekent een vervolgde. Zoals Israël dat zijn in de verdrukking. Hij is woonachtig in het land Us, ten zuidoosten van het Dode Meer. In het land van Edom. Dat zal ook de plaats zijn waar Israël in de verdrukking zal gevoed worden met mannen van de hemel. Zo'n 3,5 jaar in Openbaring hoofdstuk 11. We lezen in de klaagliederen van Jeremia. Hoofdstuk 4, vers 21. Ik ben hier bij Jeremia. Je klaagliederen van Jeremia. Hoofdstuk 4, vers 21. Wees vrolijk en verblijd u, gij dochter Edom, die in het land Us woont. Doch de beker zal ook tot u komen. Gij zal dronken worden en ontbloot worden. In het boek Job zien we aan het einde van dat boek dat Job de gevangenis van Job wendt, omkeert. Dus dat is een verwijzing naar het herstel van Israël, die uiteindelijk naar het land van Palestina wederom geplaatst zal worden. En daar zullen ze dan ook die 1000 jaar mogen wonen. In het boek Deuteronomium, hoofdstuk 21, vers 17, lezen we, maar de eerstgeborene, de zoon der gehaten, zal hij kennen. Gevende hem het dubbele deel van alles wat bij hem zal worden gevonden. Want hij is het beginsel zijn de kracht en het recht zijn de geboorte is zijne. Dat is verwijzen naar Israël. Dat zal dan gebeuren aan het einde van die verdrukking. Dus Job is een beeld van het vervolgde Israël in de toekomst. Nogmaals het oudste boek van de Bijbel. En er wordt vervolgd door de duivel. Net zoals Israël in de verdrukking wordt vervolgd door de duivel. En de duivel wordt daar genoemd. We zullen dat de volgende week bespreken in Openbaring hoofdstuk 11. Als een
pardon, hoofdstuk 12, als een vrouw die bekleed was met de zon, de maan was onder haar voeten, op haar hoofd een kroon van 12 sterren, dat is niet Maria of de kerk van Rome. En zij wordt in vers 4 vervolgd door deze draak die dat kind zou gebaren. En we zien ook in de eerste verschijning van de Heer in Job, is in Job hoofdstuk 38, dat is ongeveer 4-5 maanden voor het einde van de grote verdrukking, als we het een thema, als we een beeld lezen. We zien het ook nog eens hier in de schrift in Ezechiël hoofdstuk 43, vers 2. Zie, de heerlijkheid van de God Israëls kwam van de weg naar het oosten en zijn stem was als het geruis van vele wateren en de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. De heerlijkheid van God die komt terug, hij komt van het oosten. Als ik manier zoals hij binnenkomt, zoals Jozef van het oosten naar het westen kwam, zal hij ook van het oosten naar het westen gaan. Hij komt door de oostpoort binnen, die nu dit gemetseld is door de moslims en waarvoor ze ook een moslim graafplaats geplaatst hebben. De laatste tijd zullen we zien in de laatste dagen dat de internationale taal Engels zal zijn. Niet Nederlands of Duits of Chinees of Spaans. Het zijn misschien de laatste talen waar mensen als een moedertaal spreken, maar de taal waarin mensen zal communiceren de laatste dagen zal het Engels zijn. En dat is ook de reden waarom de King James Bijbel zo aangevallen wordt in het Engels. Natuurlijk in het Nederlands in de laatste dagen zal er een grote aanval zijn op de Nederlandse Statenbijbel. En mogelijk is het zo dat Mozes en Elia ook in het Hebreeuws spreken, als ze daar 2,5 jaar preken in Jeruzalem, vooral door het Joodse volk. Dat zal dan zijn van de Jacob Ben-Gayim als Arabische tekst, en zeker niet van een LXX, een Septuaginta, waardoor een groep afvallige Griekse christenen in Egypte samengebasteld is in de derde eeuw na Christus, niet in de derde eeuw voor Christus. Het Oude Testament namelijk van die corrupte manuscripten, Vaticanus, Sinaiticus en Alexandrinus, is uit de vierde, vijfde eeuw na Christus, heeft de apocryfus onderdeel van de schrift, niet voor Christus. Want dat is namelijk de Septuaginta, het Oude Testament van deze drie corrupte manuscripten. En Collis in de Gradensis is een corrupte Hebreeuwse tekst uit ongeveer 11e eeuw na Christus. En zijn oorsprong vindt men ook in Egypte, namelijk in Cairo. Daar, dat is de basis heden ten dagen voor de alle moderne vervalste Bijbel, zoals de NBG en de NBV en de Wedibrod en de Jehovengetuigenbijbel. Terug naar onze tekst in Openbaring hoofdstuk 10, vers 4. Toen de 7 donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben en ik hoorde een stem uit de hemel tot mij zeggen: verzegel hetgeen dat de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. Dus er is geen openbaring hier die gegeven mogen worden. Dat zien we trouwens in het Oude Testament ook een paar keer. Dat Daniel die mag een paar dingen niet opschrijven. Dat is waarom later Johannes dat bijvoorbeeld wel mogen opschrijven in het boek Openbaring. Die overgetuigen, de vrijmetselaars Rutherford en Russell, die nemen dit als basis voor hun theologie. Zo, want dat was toen niet opgeschreven, maar ja, dank de Heer, wij hebben het wel mogen ontvangen. Nou, dat waren Jezuïten getrainde mannen. En je ziet hetzelfde satanische idee hoe tegenwoordig allerlei valse groepen de Bijbel misbruiken. Je ziet het bijvoorbeeld bij heel veel protestante groepen die Handelingen 2 vers 38 nemen als basis om de Heilige Geest te ontvangen. Dus de kinderbespringing is daar het middel toe. De katholieke kerk begint bij Matthäus hoofdstuk 16 vers 16, 17 en 18 dat op ze denken op die rots, Petrus, is die kerk gebouwd, wat een verwijzing is naar Jezus Christus. Ongelovigen gaan altijd naar 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde. God is liefde, alles is toegestaan, God tolereert alles mogelijke. Dat proberen ze daarmee te bewijzen. De mensen die graag zich door werken rechtvaardigen, gaan naar Matthäus 25. Als je iets goed doet aan de Joden. De Duitse rationalisten die gaan naar Jacobus hoofdstuk 2. Je moet geloof en werken hebben. En geloof zonder werk is dood. Je hebt de mensen die proberen door de waterdoop gerechtvaardigd te worden. Die gaan naar 1 Petrus 3, vers 21, het eerste gedeelte. En natuurlijk de Mormonen, die nemen de doop voor de doden. 1 Korinthe 15, vers 29, als grond om mensen te dopen. Nu voor verstorven gelovigen. Of mensen die helemaal niets geloofd hebben. Die al lang dood zijn. En ze zo te kunnen redden. Met andere woorden, de duivel gebruikt de Bijbel speciaal om miljoenen mensen naar de hel te brengen. Dat ze alles maar gaan vertrouwen, maar niet alleen het bloed van Jezus Christus. Zo belangrijk. Gisteren waren we bij een echtpaar en dat komt tot de Heer Jezus leiden. De man die
was orthodox en had geen goed leven geleid. Zijn zoon was net tot geloof gekomen. En gescheiden van zijn vrouw en zijn kinderen, is nu wat meer en meer samen met hen. Maar nog altijd gescheiden wonend. En die vader, de zoon van die man, die zei van nou, ik moet mijn vader wel zeggen dat hij moet een beetje op zijn taal letten. Want ja, elk tweede woord is een vloekwoord. Dus nou, bel hem. Dus we gingen gesproken en die oude man, dat was echt een karakter. Maar uiteindelijk mocht het evangelie brengen en hij heeft zich bekeerd. En toen hij de Heer aangenomen had, toen was het echt een oude harde notenkraker. En hij begon te huilen. En toen kwam zijn vrouw en toen hebben ze haar de evangelie uitgelegd. En die man die bleef maar huilen. En hij was een jaar of 70, 75. En hij was zo overtuigd van zonde. De Heilige Geest liet hem zien dat hem zoveel vergeven was door het bloed van Jezus Christus. Ja, toen zei ze van, nou eens op met huilen. Ik wil ook gered worden. Nou, tot de Heer leiden. Met andere woorden, richt je op het evangelie, het kruis, de opstanding en de dood en opstanding van Jezus Christus. En ga niet op die kleine zijpaadjes afwijken over wat is de juiste doop. En heb je tekenen, talen en wonderen en al die onzin. Christus neemt gekruis en het bloed van Christus, dat moet gepreekt worden. Hoofdstuk 10, vers 5. Een engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, die hief zijn hand op naar de hemel. Hij zag, op de zee, dat is vaak een verwijzing naar de Middellandse Zee, en de aarde verwijzing naar het land Palestina, het heilige land, wat God de fysieke nakomelingen van Adam, Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Alle koninkrijken zijn in dit gebied ongeveer begonnen, dus van de Hof van Ede, men denkt ongeveer waar Basra in Irak is, naar Israël en dan een driehoek naar boven, naar Ararat. Dat is ongeveer de driehoek waar de civilisatie, de beschaving, de mensen is zijn ontstaan. Het centrum van Sem, Ham en Javed. En iets verder dan zien we dat hij zwoer bij die leeft in alle eeuwigheid die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is. En de aarde hetgeen daarin is en de zee hetgeen daarin is. Dat er dus geen tijd meer zal zijn, maar in de dagen der stem, de zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Nou, dat is een verwijzing naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan zal het allemaal vervuld worden, die bazuinen, de zevende engel. Nou, dat zien we in Openbaring 11, vers 15. De zevende engel heeft gebazuind. En dan zegt hij, de koninkrijken der wereld, dat is meervoud. De nieuwe Bijbels hebben daarvan enkelvoud gemaakt. Maar als het gaat om China, Verenigde Staten, Rusland, de Europese Unie, Frankrijk, Italië en dergelijke, die zullen onder het gezag van Jezus Christus komen. Zijn geworden onze Heers en van zijn Christus, Gods Christus. Niet van de duivel heeft ook een Christus, de antichrist. Dit is de Christus van de Heer. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En dat is het begin van het duizendjarige rijk. En nogmaals, het is het begin van een rijk, die duizend jaar, dat tot in de eeuwigheid zal doorduren. Niet nu, want nu zijn de rijken, de koninkrijken van deze wereld, onder het gezag van de God van deze wereld gekomen. Als we in Matthäus 4 en Lucas 4 die verzoeking van de Heer Jezus bestuderen, dan zien we dat de vijand alle koninkrijken deze wereld en zijn heerlijkheid aanbiedt aan Jezus Christus. En Jezus Christus verloochent dat ook niet. Hij zegt, dat klopt, dat kan hij ook doen. En die zijn onder zijn gezag. En als hij daar dus wil overheersen, zul je hem moeten aanbidden, zegt de Bijbel. Aanbidden van de duivel is verbonden met mensenoffers. Misschien goed om even te zeggen, voor de mensen die denken dat de leiders van grote naties dat toevallig komen, maar die hebben daar wel een prijs voor moeten betalen. De God van deze wereld is de duivel naar 2 Korinthe 4 vers 4 en Lucas 4. De Heer Jezus is nu het hoofd van de hemel, van een onzichtbaar lichaam op aarde, waartoe alle mensen behoren die geloven aan Jezus Christus. Dat is niet te zien wat de kerk van Rome leert. Die leert dat we dus een onderworpen moeten zijn aan een tiran, een Italiaan in Rome, of een Argentijn in Rome. En het ware karakter van Rome kunt u lezen in het Nederlands in het Martelarenboek van Van Haamstede en van Tiedeman van Bracht voor de Baptisten. De waarheid maakt de mens vrij van zijn zoeken naar God. En de mens, heden ten dagen, zoekt weinig naar God, maar hij houdt van de duisternis, van zijn werken zijn boos. Nu, die zevende engel is een verwijzing naar de wederkomst van Jezus Christus. En nogmaals, het thema in de Bijbel is niet het kruis. Het grote thema in de hele Bijbel van Openbaring, van Genesis tot en met Openbaring, is een koning
en een koninkrijk die op een troon zal heersen voor 1000 jaar. En daar komt dan een stem van degene die ik gehoord had uit de hemel. Die sprak wederom met mij en zei: ga heen en neem het boekskund dat geopend is in de hand des engels die op de zee en op de aarde staat. En die stem uit de hemel hebben we reeds gezien in Matthäus hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Als Johannes tegen Jezus doopt, dan komt uit het water, komt de Heilige Geest in de vorm van een duif op hem en dan hoort hij een stem uit de hemel: dit is mijn geliefde zoon, hoor hem. In vers 9 lezen we: en ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem: geef mij dat boekskun. En hij zeide tot mij: neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekskun uit de hand des engels en ik at dat op. En het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij: gij moet wederom profeteren voor vele volken en naties en talen en koningen. Dat is wat hij diende te doen. Nou, die verwijzing in het boekske, dat is een... Ja, niet duidelijk wat het precies is. Je kunt het natuurlijk wel geestelijk gaan toepassen. Een verwijzing naar het woord van God. Maar dat is niet duidelijk. Ik wil referentie daar even voor geven. Dat je een soort gelijke beschrijving ziet in het Oude Testament. In Ezechiël hoofdstuk 2 vers 9. En zie, er was een hand tot mij uitgestoken. En zie, daarin was de rol eens boeks. En zij de spijder die voor mijn aangezicht had, en zij was beschreven voor en achter, en daarin waren geschreven klaagliederen en een zuchting en wee. Dat is natuurlijk wel een beschrijving van de grote verdrukking. In hoofdstuk 3, vers 3 van Ezechiël lezen we: zij dat tot mijn mensenkind, geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. En dat is een heel belangrijk punt hier. Het is zoet in het begin, maar het kan bitter zijn na enige tijd. En dit woord is een heel bijzonder woord wat we hier hebben. Dat is het enige boek in het Nederlands met Adam van God erop. Door zijn vruchten bewezen de schrift te zijn, met Gods zegen voor Nederland te zijn. In, ik wil een paar referenties erover nemen en dan het hoofdstuk afsluiten. In het boek Amos, hoofdstuk 3, vers 8. De leeuw heeft gebruld, wie zou het niet vrezen? De Heere, Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Dus als Heer gespreekt in profeet, is het als een leeuw die brult. Psalm 119, vers 103. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond. Het is al het begin als honig, maar je moet oppassen met honing, dat je niet te veel van die honing eet. In Jeremia hoofdstuk 15, vers 16 lezen we: als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten. Want ik ben naar uw naam genoemd, o Heere God der Heerscharen. Dat is eigenlijk als hij tot geloof komt. Hij is een kind van God en hij heeft een grote vreugde. En kan eigenlijk zijn ziel voeden met waarheid, met het woord van de levende God. Job zegt dat ook zo. Een man die eigenlijk geen boek had. Hij had geen Bijbel. Het oudste boek van de Bijbel. Zelfs geschreven voordat Mozes de boeken van Mozes, de eerste 5, geschreven had. En hij zegt in Job 23, vers 12: het gebod zijn lippen heb ik ook niet weggedaan. De redenen zijns monds heb ik meer dan het mij bescheiden deel weggelegd. Dat was belangrijker voor hem dan fysiek voedsel. Dus als je het woord tot u neemt, ja, dan is het een zoete zaak. Maar het betekent ook dat je op termijn vervolging kunt verwachten op grond van dit boek. Daniel hoofdstuk 12 vers 3 zegt: de leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels en die er velen rechtvaardigen gelijk de sterren altoos en eeuwiglijk. Dat is een geweldig mooi voorbeeld. En gij daarna sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. Dat zie je met de mogelijkheden van het internetverkeer en dergelijke. En wat hij niet mocht opschrijven, dat wordt aan Johannes, zo'n, wat zal het zijn, 600-700 jaar later geopenbaard. En dat heeft hij wel mogen opschrijven. De Bijbel is als melk. De loutere melk waar een nieuwgeboren kind naar dient te verlangen, waardoor hij op kan groeien. 1 Petrus 2 vers 2. Het woord is als de sterke spijzen. Hebreeën 5 vers 14. Het is als brood in Matthäus 4 vers 4. Mensen niet alleen van brood leven, van ieder woord dat uit de mond van God uitgaat. Als honing, we hebben dat reeds gelezen in Psalm 119 vers 103. En als appelen in Spreuken 25 vers 11. Heb je een vrij uitgebalanceerd dieet als melk, starke spijzen, brood, honing, appelen. En ik vermoed dat er nog wel 1 of 2 beelden zijn. Vaak gaat het door met 7, omdat het
wordt voor God het punt van 7 een belangrijk nummer is. Het getal van de volkomenheid, van de volheid. Ook in het boek Openbaring. En nogmaals, als je tot geloof komt, dan kun je niet ophouden te lezen. Nou, van geloof dat merk je, dat boek dat brengt scheiding tussen in je familie. Tussen vrienden, tussen jou en je vrouw, of tussen jou en je schoonfamilie, of tussen jou en je kinderen, als die met de Heer willen gaan. En dan is de vraag of je dat woord hoog houdt, of dat je een compromis maakt. En de meeste heden ten dagen maken compromissen met het woord van God. Goed, ik dank u voor uw opmerkzaamheid. We gaan de volgende keer verder bij Openbaring hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12. God zegen en tot de volgende week.